Maar zo zat, dan klinkt een stuk gezelliger. Dag Martin. Ik dacht al wat te horen. Ik zat net eens een gezellig muziekje op te zetten, joh, want ik had een beetje inspiratie nodig. Nou, dan heb ik misschien het goede product voor je. Echt waar, joh? De Bas-Bas. De Bas-Bas? Ja, maar raden wat dit is dan. Even wachten. Daar worden we natuurlijk even gek van, hè. Zo. De Bas-Bas, wat dit is. Een ei, ja, de vorm van een ei. Is het iets voor Pasen, of... Wacht eens even. Hier lijkt wel een soort iPhone-gat in te zitten. Nee, het is exact, het is een iPhone-gat. Een iPhone-gat. En het is een Bas-Bas. Het is, als je dus geen speakers bij je hebt, zoals je net een beetje dat holle geluid... Ja? Door dit hele simpele apparaatje krijg je een redelijk tot heel goed geluid uit je iPhone. Hé, hey, dus als we deze erin zetten... Ja. Die hoort dan hier. Moet er daar nog een snoertje in of zo? Nee, that's it. That's it. En dan gewoon... Ja, het is niet te geloven, ja. Dit is nog beter. Hij staat verkeerd. Hoor je het verschil? Wat grappig. Hij is leuk, Swaap. Ik vind het wel afschuwelijke muziek, sorry, maar... Wat wil je horen, jongen? We kunnen het nog even met een ander zomersnummer doen. Of, wacht, dit is wel een bekende. Natuurlijk voor de winnares van het Songfestival. Oh ja. Maar, het werkt. En daar gaat het hier om. En je hebt inderdaad een veel beter geluid. Erg grappig ding. Niet al te groot. Ik kan me zo voorstellen dat het ook niet alles hoeft te kosten. Van de Bas kennende zal dat heus wel meevallen. En dat noem jij dus de Bas-Bas. Of de, van der Bas-Bas. Nee, de Bas-Bas. De Bas-Bas. Ja. Swaap, hartstikke leuk ding, joh. Slechts één. Zou die ook op de Samsung kunnen, bijvoorbeeld? Want anders denk je, als het alleen voor de iPhone is, dan weet je niet aan wie het moet geven. Dan moet je wel zeker weten dat hij een iPhone heeft. Dat is waar. Ik denk het wel, maar ik durf het niet te zeggen. Weet je, dat vragen we gewoon nog even na. Maar het idee is hartstikke geinig. Dankjewel, we houden hem. Dacht ik al. Tot de volgende keer, jongen. Dag. Goh. Toch een beetje Bas. Nou. Precies andersom dus. Dat doet hij beter. Ja. En dan lekker werken. Goeie arbeidsfietsen.